Goedenavond, dames en heren. Wij zijn Kandeel Productions en wij presenteren jullie vanavond de eerste aflevering van ons programma Bird's Dream op Kleurnet. Omdat wij in een multiculturele, multiraciale, pluriforme samenleving leven, vinden wij dat wij iedereen en iedereen van ons, iedereen van zijn kant en met zijn mogelijkheden moet iets doen om de Marokkaanse jongeren die nog geen sociale integratie en geen culturele assimilatie accepteren of begrijpen te helpen. Dat is de doelstelling van ons programma. De inhoud van dit programma is gevarieerd. Maar om te beginnen, laat ons even discussiëren met de programma samensteller, ons eerste gast, meneer Sami Ahmed. Hij is programmamaker bij Radio Fantasia. En met de heer Ahmed Merkouch, hij is hoofd van agent van bij de politie in Amsterdam. Meneer Sami, u bent welkom bij ons in dit programma. Zoals ik weet, u bent al jaren bezig om een programma te maken voor de Marokkanen. Maar u weet, dat zijn zoveel jongeren die eigenlijk verzeild zijn in de criminaliteit, in de prostitutie. En hebben jullie eigenlijk een programma die een beetje helpt die jongeren, die hun informeert, die hun eigenlijk probeert ze eigenlijk uit die verkeerde weg te halen? Ja. Goedenavond, dames en heren. Dank u wel, Mustafa. Ik zit op Radio Fantasia bijna zeg maar dagelijks. En wij zijn, voor alle medewerkers van Radio Fantasia, bezig voor problemen voor jongeren. Dat is in eerste en ook in andere problemen. Zeg maar algemene problemen voor immigranten en jongeren, ouders. Vrouwen, meisjes, kinderen. En wij doen alle, zeg maar, elke maandag een programma. Een speciaal programma, een speciaal programma voor de hele gemeenschap. Ja. Plus ook een programma, die hebben wij ook een contact, ook heel goed contact met meneer Ahmed Merkouch. En ik wil ook bedanken voor alle politie, Amsterdamse politie ook, die zit echt actief en echt bezig en, over jongeren. Ja, ook met om ons programma. Om de problematiek eigenlijk van deze jongeren op te lossen. Op te lossen. Wij proberen altijd niet alleen een soort naams, omdat iedereen die praat over naamse jongeren. Ja. En wij proberen niet alleen de naam van jongeren te gebruiken, maar wij willen ook oplossing te zoeken van die groep jongeren. Ja. Er zit een groep jongeren eigenlijk in problemen. En er zitten heel veel jongeren die ook goede banen hebben, scholen. En ik ben ook blij omdat alle kantoren die hier in Nederland die zitten een Marokkaanse jongere of Marokkaanse meisje daar werken. Ja. Bij de gemeente, bij de politie, bij de sociale dienst, bij het belastingkantoor. Goed, Ahmed. Maar kijk, hoe zit eigenlijk jullie contact met deze Marokkaanse jongeren? Bijvoorbeeld, nodigen jullie hun soms naar jullie
naar jullie programma? Gaan jullie naar hun op straat, bijvoorbeeld, of in de coffeeshops waar ze zitten, of in scholen, of in gevangenis, of en praten jullie met hun? Hebben jullie contacten? Hoe ver eigenlijk zitten jullie eigenlijk? Ik heb zelf contact met de jongeren vanaf 1975. Plus dat werk van wat ik doe op radio. Bij de radio. Een voorbeeld, als ik een jongere wil, dan moet ik achter hem. Dan moet ik hem zoeken. Ja, zeker. In een buurthuis of in een café of, op straat. En soms, wij doen ook een programma via een buurthuisjes live programma met de jongeren. En ze hebben bijvoorbeeld een discussie met de jongeren. Wij vragen voor die jongeren, wat willen jullie? Wat is het probleem voor jullie? En wij doen niet alleen voor crimineel, ook. Wat is het probleem van scholen, bijvoorbeeld? Sorry, wat horen jullie van hun als je die vraag stelt? Horen heel veel ja, eigenlijk jongeren die... Die zegt ook hun eigen verhalen. Ja, natuurlijk. Wij zeggen dat die jongeren is hier niet goed. Maar die jongeren die zeggen oké, wij zijn niet goed door jullie. Omdat... Door jullie? Als wij zelf, bijvoorbeeld ouders. Door de ouders bedoel je? Door de ouders. En door de vereniging in stichtings. En door de gemeente, ja. Politiek. De overheid. Iedereen, ja, overheid die zegt ja... Weinig voor ons te doen. Ja. Weinig voor ons gebeurt, weinig voor ons op straat. Je bedoelt, ze geven de schuld aan... In het algemeen. In het algemeen aan de overheid, aan de ouders, aan de, zoals je zei, stichtingen, organisaties en algemeen, scholen. Algemeen, en alles. Ook voor hun ouders zelf. Ja, ja. En nu zeg je niet dat een voorbeeld... Een slechte politie of een slechte gemeente of een slechte vereniging of nee. Ook, hun zeggen ook ons ouders niet achter ons. Ja, maar kijk, de ouders, zoals ik weet, ze willen eigenlijk dat die jongens eigenlijk een goed leven, dat ze hebben, dat ze eigenlijk gaan studeren, dat ze gaan eigenlijk iets bereiken, dat ze, maar... Dat is, als een ouder merkt dat zijn zoon eigenlijk dat loopt in de verkeerde pad, in de samenleving, dan natuurlijk wordt hij boos. Of als hij merkt dat hij niet op tijd naar school gaat, of als hij bijvoorbeeld spebelt, of als hij, ja. Dan, nee, maar ik ben zelf ook een vader. Ja? Ik heb ook een kinderen. Ik heb ook een kinder van 24, 23 en et cetera. Dat helpt niet als jij zegt, ja, ik wil van mijn kinderen zo worden en zo en zo en zo. Nee, je moet achter jouw kinderen. Je praat met hun. Je moet echt met jouw kinderen, net als vriend. Je moet gewoon praten met jouw kinderen. Je moet gewoon achter jouw kinderen, wat gedaan op school. Ja. Wat gedaan op straat. Wat doen ze nu? Is heel goed. Mijn kinderen is allemaal goed. Iedereen met eigen diploma en iedereen die zit met de eigen... werken. Met eigen werk, ik ben blij mee. Nou, maar ik vind niet, ik praat niet alleen over mijn kinderen, ik wil ook mijn algemene kinderen die hier zijn, dat is zo, ik voel hetzelfde als mijn kind. Okay, goed. Niet alleen mijn kinderen, maar als iemand anders slechte, die maakt straks ook mijn kinderen kapot. Je maakt ook hem slecht. Ja, dus ik wil gewoon algemeen. Dan je bent er gewoon altijd dicht bij je kinderen. Je volgt wat ze doen. Je was altijd aanwezig voor alle kinderen, alle jongeren. Goed. Ik kom terug naar jou, ja. Om verder te discussiëren. Dank ik ga u. Nu naar meneer Ahmed. U werkt bij de politie en je bent Marokkaan. Dus ik kan begrijpen, geloof ik, dat je dichterbij dan een ander politieagent die uit een ander land of uit Nederland komt. Je bent dichterbij de Marokkanen dan iemand anders, denk ik. Ja, dat zou u zo kunnen stellen. Ik heb natuurlijk geen... Er is tussen mij en die gemeenschappen in wezen, cultureel gezien, geen kloof.
Er is natuurlijk wel een kloof omdat ik een politieagent ben in bepaalde gevallen, maar cultureel gezien niet. Ik heb misschien bepaalde zaken sneller door dan een autochtoon collega. Dat is dan waarschijnlijk mijn meerwaarde en dat is ook waarschijnlijk ook de meerwaarde van een multicultureel team waarin wij dan werken. En in het gebiedje waar ik werk, in Amsterdam-Oost, is dat ook heel erg belangrijk, denk ik. Ja, zeker. Kijk, zoals ik net aan hem gevraagd heb, een beetje. Het wordt eigenlijk gezegd dat de Marokkaanse jongeren, ze lopen in de verkeerde pad in de Nederlandse samenleving. Ze willen zo snel mogelijk rijk worden, ze stelen, ze beroven mensen, noem maar op. En is dit echt helemaal waar? Ja, het is helaas wel een feit dat een grote groep Marokkaanse jongeren ontspoord is. En veelvuldig in aanraking komt met politie, justitie. En in die zin dus het criminele pad, of dan wel het verkeerde pad is opgegaan. Dat is een feit. Maar daarentegen staat natuurlijk ook dat een grote groep Marokkaanse jongeren het heel goed doen op de arbeidsmarkt. Heel goed doen in, qua onderwijs. Als je ziet de meisjes die vroeger bijvoorbeeld, waarvan het verhaal ging dat ze niet naar school mochten. En als je nu naar de hogescholen kijkt, dan zie je bijna alleen maar meisjes met een hoofddoekje die een hbo of universitaire studie doen. En dat doet denk ik wel goed. Dat gaat wel goed. Dus die zaken zijn er. En ik denk dat je dat... Het is een feit dat die Marokkaanse gemeenschap in ieder geval wat dat betreft diep in de problemen zit. Daar waar het gaat om het percentage jongeren wat in aanraking komt met justitie. Of het percentage wat de school niet afmaakt bijvoorbeeld. Ja. En daardoor geneigd is om het criminele pad op te gaan. Ja. Dus dat is een feit. Ja, dat is echt erg. Hoe groot een beetje is het aantal eigenlijk die in de criminaliteit verzeilt? Nou ja, goed, ik denk dat... maar goed, ik heb die cijfers niet zo paraat, dus ik zal me niet... ik zal geen percentages noemen. Maar ik denk dat als je dus... als je de top 10 zou pakken, dat de Marokkaanse jongeren heel hoog zitten in die top 10. Dat ze waarschijnlijk op de tweede plaats zitten. En dan is het vaak, het is niet een probleem, het is niet een jongerenprobleem alleen. Dit is in mijn ogen is het een gezinsprobleem. Het is een probleem van gezinnen. Vaak hebben die jongeren een achtergrond waarvan een hoop mensen niet weten en ook Marokkanen niet weten. Het is te makkelijk om conclusies te trekken en dergelijke en te zeggen die ouders doen het niet goed en dergelijke. Maar vaak zitten daar heel zware emotionele factoren achter die ervoor hebben gezorgd dat het kind bijvoorbeeld ontspoort. Maar speelt ook niet de politiek eigenlijk een rol? Omdat kijk, door te veel vrijheid te geven bijvoorbeeld, als een vader eigenlijk wil zijn kind opvoeden, het kan gebeuren dat hij bijvoorbeeld aan hem een klapje geeft of dat hij zegt van zoek het maar uit vanavond, maar hij bedoelt het helemaal niet echt. Ja. En de jongen gaat naar de politie en het gebeurt wat gebeurt, dat de politie komt en de vader wordt eigenlijk gestraft. En dat is iets wat helemaal niet, dat we helemaal niet in Marokko kennen. Ja, dat is inderdaad een van de oorzaken, zou je kunnen zeggen. In ieder geval van de oorzaken van de houding van de Marokkaanse vaders of Marokkaanse ouders, is waarschijnlijk politiek bepaald. Tenminste, het beleid heeft ouders op een bepaalde manier gevoed, waardoor ze nou een bepaalde houding hebben. En dat is een houding van mijn kinderen heb ik niet meer in de hand. Ja. Daar heeft de overheid voor gezorgd. Ja. Nu gaat het mis, dus zoek het nu maar uit. Zoek het maar uit, ja. Dat is, maar het is natuurlijk... Dat is het begin van alle problemen, geloof ik. Nou, dat is inderdaad een grote factor, denk ik, die je in de gaten moet houden daar waar het gaat om het aangeven van oorzaken van deze ontsporing. Ja. Want kijk, als je kijkt naar de migratiegeschiedenis, die heel belangrijk is om dit soort problemen te verklaren, dan zie je bijvoorbeeld dat de Marokkaanse ouders, in ieder geval de vaders, hier tot een jaar vanaf 1960...
Omdat als startpunt te nemen van de migratiegeschiedenis tot 1979, als alleenstaande vaders hier in Nederland hebben geleefd in pensions onder onerbarmelijke omstandigheden, vaak heel zwaar werk, heel denigrerend behandeld op de werkvloer, een hoop frustratie en stress opgedaan door emotionele ontwrichting van die mannen, ja, die hun vrouwen bijvoorbeeld, ja, het hele gezin een jaar lang niet zien en soms 2 jaar. En dan als je op vakantie mag, dan maar een vakantie van 4 weken. Want dat is Hollands. Beperkt, ja. Ja, we schaamden ons in het verleden om te zeggen van nou, we willen 4 of 8 weken vakantie. Want dat is niet Hollands. Ja. 8 weken vakantie, je bent kennelijk dus hartstikke rijk. Ja. Niet wetende dat die man gescheiden is van zijn gezin. En dat hij zijn gezin bijvoorbeeld 2 jaar niet gezien heeft. Nee. Nou, en de verwachtingen van die mensen daar in Marokko waren natuurlijk ook hartstikke hoog. Ja. Daar kon iemand nooit aan voldoen. Ja. En uiteindelijk 1979 krijg je die economische dat het niet zo goed gaat met de economie in Nederland. Ja. Ja. En dan zie je dus dat mensen hun droom van het zijn van een gast en uiteindelijk terug te gaan naar het land van herkomst, dat niet meer realiseerbaar is. Dan zie je dus dat op een gegeven moment die ouders hun gezinnen over laten brengen. Ja. Die komen over en in het kader van gezinshereniging. Het land was er niet voorbereid. Dus Nederland was er niet over voorbereid. Er was geen beleid voor. De huisvesting was er niet, ook niet voorbereid. Ja, Dus mensen kregen je van de hadwoningen of de halfwoningen, zoals dat genoemd werd. Ja. Grote gezinnen kwamen in ruimtes van een paar vierkante meter. En, dit is 20 jaar lang geleden of zo. Ja, maar, vanaf begin jaren. Ja, maar goed. Ja, klopt. Gingen ze eigenlijk bouwen. Exact, maar als je nu kijkt, maar als je kijkt naar de jongeren die nu problemen veroorzaken, problemen hebben, dan zijn het juist de jongeren die in die periode zijn geboren, in die periode op jonge leeftijd zijn, want we praten nu over jongeren, die de problemen die veroorzaakt worden op dit moment. Kinderen waren. Ja, het zijn jongeren van 1980, 81, 83. Ja, precies. De generatie van nu. Ja. Die kan ook in de problemen komen, omdat natuurlijk een hoop van die tweede generatie jongeren opvoedkundig misschien een hoop dingen van hun ouders overgenomen hebben die niet goed zijn. Misschien zelf een beetje besmet zijn met haatgevoelens jegens de samenleving. Ja. Maar in wezen zijn die ouders, zijn mijn generatie ouders, veel meer betrokken denk ik bij hun kinderen. En veel meer bewuster bezig met opvoeden. En misschien overbewust van opvoeden. Dat ze veel meer op zaken letten dan mijn ouders bijvoorbeeld. Als je ziet hoeveel jongeren bijvoorbeeld een verkeerde doorverwijzing hebben gehad naar van de basisschool naar de middelbare school. Dat is ook een factor. Als een jongen helemaal niet technisch is en hij wordt gestuurd naar een technische school, dan is dat al bij voorbaat een factor om bijvoorbeeld vroegtijdig van school af te gaan. Omdat die jongen helemaal geen technisch aanleg heeft, zal hij dat niet leuk vinden. En uiteindelijk zal die langzamerhand na een paar keer spijbelen van school afgaan. Ja, en dat betekent in Nederland dat je dus als de school niet goed gaat, dan stort het hele kaartenhuis in elkaar. Ja, want het is het gezin, de school, dan wel de arbeidsmarkt. En je gezondheid, dat maakt het uiteindelijk dat die driehoek zeg maar compleet wordt. En uiteindelijk dus dat je dus je kan handhaven in de samenleving. Heb je dat niet, dan kan dat niet. En dan zie je dus dat het beleid, bijvoorbeeld het minderhedenbeleid, dat is pas van 1983. Nou, en dan begint men eigenlijk te experimenteren met minderheden. Yeah. En dat het is dan top-down. Eer dat iets oplevert, zijn we inmiddels in 1999 beland in een diversiteitsbeleid. Yeah. En eigenlijk is er al die tijd, we zijn wel 16 jaar bezig en misschien wel 20 jaar. Yeah. Maar 20 jaar experiment door mensen die niet open stonden, niet genoeg open stonden voor de klachten van de mensen waar het over gaat. Ja, ze wilden zien wat men wilde zien, wat ze eigenlijk zelf, hun eigen bevestiging, daar waren ze naar op zoek. En dat is gevaarlijk bij, denk ik, bij experimenten, want dan kom je niks nieuws tegen. Ja, en nu zie je toch dat de discussie nu anders loopt, bijvoorbeeld, dan begin jaren 80, of laten we zeggen, in de jaren 80. Ja, maar kijk. Als ik jou nou vraag bijvoorbeeld, wat heeft eigenlijk heeft de politie nu een programma, of een beleid, een politiek eigenlijk, om deze situatie te veranderen? Omdat dat zijn zoveel kinderen,
toen, dat er zoveel jongeren eigenlijk die eigenlijk allemaal teleurgesteld en zijn verzet in de ze komen veel tot aanraking met de politie, dat is helaas zo. En, ik bedoel, wat geweest is geweest, hè? Ja, weten we allemaal. Ja. Maar nu, ik wil graag dat de kijkers, dat gewoon dat iedereen begrijpt een beetje hoe de politie is nu bezig om deze problematiek te oplossen eigenlijk. Wat voor programma, wat voor middelen eigenlijk. Ja, goed, kijk, de politie die, ik weet niet of de politie de aangewezen instantie is om het probleem op te lossen. Kijk, nee, de politie lost geen problemen. De politie, dat is de politiek die lost de problemen. Precies. Maar, natuurlijk, de politie krijgt van het ministerie van Justitie plannen. Er worden wat richtlijnen. Et cetera. Dus dit hebben jullie. Ja. En ik wil graag. Het is natuurlijk wel feit dat de politie een hoop initiatieven ontplooit. Dat zijn op zich goede initiatieven. Je kijkt gewoon naar onze manier van werken, hè, buurtgericht werken. Ja. Wij hebben dus op dit moment werken we met buurtregisseurs. Waarom buurtregisseurs? Wat is dat? Een buurtregisseur, dat is eigenlijk een agent. Ja. Die in een wijk, die aangesteld is in een wijk. Ja. En de gedachte erachter is dat die man zo dicht bij de mensen, zo dicht bij mogelijk bij de mensen komt, dat hij veel sneller problemen signaleert. Veel sneller, en doordat hij dus dicht bij de mensen zit, veel sneller van de mensen zelf kan vernemen wat nou het probleem is in een bepaalde wijk. Ja. En veel sneller in samenwerking, vooral in samenwerking met de bewoners. Nou, en dat kunnen in dit geval ook Marokkanen zijn, om een bepaald probleem aan te pakken. Ja. Stel dat je dus inderdaad een groep jongeren hebt die op een gegeven moment aan het ontsporen zijn, of een bepaalde school waar een concentratie omheen staat van misschien wel drugsgebruikers of wat dan ook, wat misschien een verkeerd effect kan hebben. Nou, en nu heb je dus dat die zo'n buurtregisseur die kan in een snelle op kort termijn, ja, door de goede netwerken die hij heeft met de politiek, met het stadsdeel en met de ouders, de bewoners, organisaties en dergelijke, de zaak mobiliseren. En dat kan je dus, dat is een belangrijk initiatief in mijn ogen. Okay.